Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Corneel. Ça va, ja? Goedemorgen. Hoe is het? Alles goed met u? Ça va. Zeg, ik ga een pladijs meunière maken. En ga je een pladijs liggen? Zeker. Kom maar even mee kijken. En hoe heb je hem het liefste? In zijn geheel of gefileerd? Ja, in zijn geheel. Op de graad gebakken. Yes. Perfect. Ik ben helemaal met u akkoord. Gewoon een vis eigenlijk, hè? Die oranje stippen. Is dat omdat hem ziek is, dat hem pokken heeft of zo? Integendeel. Ja. Ik zoek de pladijzen uit met de felste kleuren. Dat is juist een kwaliteitskenmerk. Hoe feller dat ze uitsteken, hoe beter. En dat mag een beetje in zijn vet liggen. Er ligt een slijmlaagje op en eigenlijk gaan we daar naar op zoek. Het enige wat ik voor u ga doen, is de staart eraf knippen. Die zijflapjes hier, die vinnen. Wat ik ook ga afhalen, is de kop. Daar zit niks aantrekkelijk aan. Dus ik ga hem... Dat is een staart eraf. Dat is toch eigenlijk super populair, zo'n pladijs. Verkoopt jij dat veel? Pladijsfilet wordt heel veel verkocht. De pladijzen in hun geheel net iets minder. Het is wat minder populair als de zeetong. Nochtans zijn het echte buren in onze Noordzee. En wat is nu zo het grootste verschil tussen een pladijs en een tongske, een zeetong? Eigenlijk een beetje de smaak en de vastheid van de filet. Daar heeft de tong een beetje het voordeel. De pladijs is van vlees iets zachter. Ja, ja. Ook qua structuur. Hè? Ook qua structuur. En dat is eigenlijk ook spotgoedkoop. Hè? Dat is misschien ook een belangrijke tegenover een tongske. In vergelijking met de zeetongen en de grieten en de tarbotten, wat de andere bekende platvissen zijn, is de pladijs veruit de meest democratische. Ja, ja, ja. En kunnen we met dat kopje nog iets doen? De fumée of zo? Nee, in tegenstelling tot de zeetong is de graat eigenlijk niet helemaal geschikt voor voor fond. En dat is, voilà. In principe, ik ga hem nog eens spoelen onder de kraan voor u. Ja. En thuis is het maar kruiden en bakken. In wat? In boter. Hoeveel boter? Genoeg. Veel boter. Helaas. Eigenlijk is daar niet veel werk aan, hè? Van klaar. Ik ben heel blij dat ik er een beetje reclame voor kan maken. Ik denk dat jij daar ook content mee krijgt. Ik doe mee. Kijk goed.